Goedemiddag kooikevers, Chapter Groningen Albert Oost. We gaan even naar een kooikever, die heb ik gesproken op de Hanna checkdag bij Peter Boeters. Hij heeft mij gevraagd, wil je even een keer bij mij komen? Ik zei, dat kan, even een filmpje maken. Nou, dat eigenlijk niet. Ik zei, wat dan? Nou, ik wil graag even dat je naar mijn filter kijkt. Je hebt veel ervaring, misschien heb je wat tips voor mij. Kijk, dat doen we natuurlijk ook. We zijn een vereniging voor hobbyisten, door hobbyisten. Dus ook ik wil bij u komen als je zegt, oké jongens, Albert, luister, ik hoef niet op die film, ik wil dit niet, ik wil dat niet. Dat kan ook, gewoon filmen, wel in beeld, niet in beeld. Het kan allemaal, deze jongen die zegt gewoon van, misschien had je wel wat tips. Ik sta open voor tips en daar ga ik dus ook even heen. Misschien dat ik er wel kan filmen, ik hoop het, maar anders, ik waardeer het. Je hebt er respect voor dat hij dat niet wil. En ik ben lang blij dat hij mij vraagt, als je toch gaat veranderen, dan doe het er dan goed. En dan niet weer dat je weer zit te kwakkelen. Dus dit vind ik ook een leuke manier om de hobbyisten, de kooikevers, te helpen. Dus ik zou zeggen, beste mooie weer. Kooikevers, Chapter Groningen, Albert Oost. En het is mij gelukt. 45 kuub vijver en een plaatje, een raam erin. Oei, 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 wat is dit mooi jongens. Zo zitten we hieronder in de veranda. Een raam erin, kun je inderdaad mooi naar de vissen kijken. Vissen zijn gretig op voer. Echt mooi. En zoals iedereen kan zien is, deze kooikever is in de perfectie. En als we dan de tuin in gaan. Man. Ja, daar pik je de kooiliefhebbers uit die alles perfect hebben. Ze hebben natuurlijk ook natuurlijk zo naar het filter. Die laten we straks ook nog even zien. Dit is echt mooi. Ik heb natuurlijk al heel dingen doorgenomen. De vraag was eerst eigenlijk weer bij mij komen, kijken. En ben ik toch aan de praat geraakt. En ja, serieus hobbyist. Echt heel serieus. En ja, toch maar gezegd van oké. Toch maar filmen. En dit is toch jongens, ja. Ja, hier word ik blij van. Echt mooi aangelegd. 45 kuub, dus serieus. We gaan natuurlijk zo naar het filter kijken. Dat was de eerste intentie dat ik hier even moest komen kijken. Wat je met chips hebt. Ook mensen, ook deze hobbyisten, zijn al vrij lang bezig met de kooi hobby. En ja, je kan je kop met zand steken. En je kan ook zeggen, ja, heb jij nog wat chips? Waar moet ik om denken? Ik wil misschien wat veranderen. Doe ik het goed aan of niet goed aan? Ja, en zo raakte we toch aan de praat. En ja. We zitten een beetje op dezelfde niveau. Deze meneer houdt niet van kleine filters. En nou, dat zie je ook wel in het water. En de vissen zijn gretig. Meestal zeg ik altijd van kijk eens even. Van, ja, sommigen gooien ervoor in, de vissen zwemmen onderdoor. Ja, dat klopt iets niet. Maar dit is echt. Ja, ik ben zelf onder de indruk van het gras alles eromheen. Maar jongens, kijk eens even. Wat mooi. 45 kuub. Hartstikke. Ja, en de vissen hebben net ook alweer een paar keer voer gehad. En het blijft gewoon doorgaan zo. Dit blijft gewoon doorgaan. Nou, dan zie je dat ze het perfect hebben. We gaan zo even het filter laten zien. En dan komen we straks bij jullie terug. Dit is dus een hobbyist die weet hoe hij met kooi omgaat. Dit is wat ik dus bedoel is. Je ziet het vaak genoeg ook, mensen gooien de voer in en de vissen zwemmen eronder door. Dit blijft de hele tijd eten en die zijn niet uitgehongerd. Ja, mijn optiek misschien iets meer voer dan hier, maar we hebben het ook over. Maar kijk eens even hoe dit over uit het water komt. En maar roepen, groot filter is niet nodig. Dit wou ik jullie ook even laten zien. Hoe is dit, jongens, hoe is dit? Watergoed, kooi goed. Ik kan het niet vaak genoeg zeggen, ik vind dit echt duidelijk een voorbeeld ervan. Nou, zijn er nog kleine verbeteringspuntjes? Ja, hebben we ook over gehad. Leuk altijd mee te stoeien. Maar dit is echt, hier zie ik dat het goed gaat. Dit wil je jullie niet onthouden. Ja, kooikevers, zijn we weer. We gaan nu even naar het filterhuis. En ook dat is inderdaad weer mooi gedaan. We zitten hier in het noorden. Niet omdat we veel ruimte hebben, maar dit is een hobbyist die zegt ook van ja. En filter, je hebt zo'n groot filter nodig. En inderdaad. Een zeef, ja, hoor ik mensen al denken, dat klopt. Hij is ermee bezig om het te gaan veranderen, of een trommel ervoor. Is er niet helemaal over uit, mag ook wel graag op vakantie gaan. En inderdaad, een trommel, heb je kans dat hij ermee uitscheidt, dat er iets stuk is. En dan gebeurt dat vaak als het niet uitkomt. Ja, dit kan hij niet stuk gaan. Eén pompje erin, heb ik ook over gehad.
ja, even een beetje met elkaar stoeien. Het filter vind ik heel mooi opgebouwd. De doorvoerende, hier gaat hij met 110 in. Onderling heeft hij daar gewoon afgezaagd. Hier kan dan een 160 erop en dan kun je meer water erin doen. Nog maar net allemaal weer opnieuw veranderd. Ik mag dit doen. Statisch bed uit Fijneveld terug. De volgende twee kamers. Bewezen bed. Nou, iedereen kent mij. Ik ben meer van statisch bed. Maar ja, ieder zijn ding. Dit is voor hem even weer nieuw. Heeft hij net allemaal weer veranderd. Hij had ook eerst matten erin. Maar dit is een hobbyist. Ja, die weet gewoon. Eerst had hij een kleinere vijver. Van 20 kubiek die water was beter. En nu heeft hij grotere vijvers minder. Dus hij heeft al wel door. Is een grotere filter werkt beter. Maar ja, meningen zijn hierover verdeeld. En daar wil ik het langer ook niet over hebben. Deze hobbyist doet het op deze manier. Ik vind het perfect. De trikkel, die wordt nog rondom afgetimmerd. Dit heeft hij nog maar net klaargemaakt. Ook weer bioloog verbeteren. Toch trikkel erop. Experimenteren. Ik zeg wel eens, het is een Zwitserse horloge. En kleine dingetjes draaien. Het kan de goede kant op gaan, het kan de slechte kant op gaan. Eigenlijk ga je hiermee bezig. Als je met je vijver aan het behandelen bent, zoek dan de oorzaak. Het zit vaak in het filter. Te klein of iets anders. Nou, deze manier, je weet dat. En ik vind het gewoon echt perfect dat je zo bezig bent. Ook dat je zegt van Albert, kom eens even babbelen. Even je mening, wat vind jij van het filter? Hoe doe jij dit? Hoe zou jij dit doen? Het is mooi groot opgesteld en inderdaad jongens, perfect, je kan er makkelijk bij. Het is beter als bij mij zou ik zeggen, je kan er makkelijker bij, je moet zo dan weer wat bukken. Maar ja, dit is het eerste filmpje weer van het jaar en we zijn er blij mee. Ik ben blij dat ik mag filmen hier, geldt voor iedereen. Je mag wel in beeld, je mag niet in beeld, wat wil je graag? U zegt en wij draaien. Ik zou zeggen, het beste maar weer vanuit Groningen.